Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug op mijn kanaal en een hele goede morgen. Vandaag is de dag. Al jullie vragen zijn gehoord. We gaan op pad met een SUV en niet eentje van dit segment. Nee, echt eentje van de bovenste plank. Dames en heren, de Audi SQ7. Het dieselkanon van de markt. Een V8, 435 pk en 900 Nm koppel. Take it easy. Ja, en weten jullie wat nou nog leuker is aan deze uiteraard hele mooie SQ7? Audi claimt dus dat dit op het moment de snelste diesel SUV is op de markt. En ja, qua looks natuurlijk. Dit is achteraf gedaan. Toch de zwarte accenten in de grill. Uiteraard de mooie badges. De 21 inch lichtmetalen velgen. De zeker zeer belangrijke V8 badge. Uiteraard natuurlijk quattro, maar wat nog veel leuker is, wat het nog veel dikker maakt. Kijk die achterkant. Die vier tips natuurlijk, hier er twee, mocht je zelf niet kunnen tellen, maar... Ja, als we dan toch voor het hogere segment gaan, als we dan toch voor een diesel gaan, jongens. De SQ7 is er wel eentje, hoor. Vol. Laat gewoon lekker rijden. Ja, en weet je wat ook echt wel leuk is? Het mag misschien een diesel zijn, maar... Dit klinkt lekker, jongens. Dit klinkt echt supergoed voor een diesel. Ja, we zijn onderweg, dames en heren, met de SQ7 en een 4 liter dikke V8. Maar we beginnen gewoon even lekker rustig, want ja, daar koop je natuurlijk zo'n auto voor. Je gaat niet met zo'n onwijs dikke Q7 het circuit op. Je gaat niet voor het snelle bochtenwerk. Je gaat natuurlijk voor het comfort met echt wel een beetje lekker power, dat wil ik wel erbij zeggen, maar... is natuurlijk gewoon echt een grote auto. 2300 kilo zelfs. Maar wat wel onwijs bizar is aan deze auto dus. Gewoon 0-100 in minder dan 5 seconden. Sterker nog, 0-100 4,8 seconden. Ja, in een SUV, in een diesel. Ja, dat is natuurlijk wel echt bizar. Hoe dat veranderd is in de afgelopen jaren. Maar wat helemaal uniek is aan deze motor dus... Hij maakt gebruik van 3 turbo's, tenminste, ik zou bijna zeggen 2,5. De derde turbo die namelijk wordt gebruikt, is een soort elektrische turbo. En de functie van die extra turbo dus, die zorgt ervoor dat het gat, het turbo lag, dat dat minimaal zou moeten zijn. Ja, en dat gaan we vandaag natuurlijk proberen. Maar dames en heren, aan mijn grote teen dus, 435 pk, 900 Nm koppel. En zo, nu rijden we dan in comfort. En dan is de power er zeker wel, maar je hoort gewoon helemaal niks. Je hoort gewoon helemaal niks en dat maakt het echt wel leuk. Het is wel een beetje een sleeper natuurlijk. Want ja, uiteindelijk, dit gaat echt gewoon sportauto's van de vorige jaren wegrijden. Hier een hobbel. Ja, dat zag je niet eens. Dit is echt een heerlijke directeurenauto, zeg. En deze auto bevalt me echt wel heel erg goed, moet ik zeggen. De mensen die hier waarschijnlijk langer aanwezig zijn op dit kanaal, die al meerdere video's van mij hebben gezien, die zullen hoogstwaarschijnlijk weten dat ik eigenlijk helemaal geen SUV-man ben. Dat ik echt wel meer vind dan van de wat lagere, toch de praktische auto's. Zo is echt wel een auto die bovenaan mijn lijst staat. De RS6 natuurlijk. Maar ja, wie weet. Misschien verandert dat wel na deze dag. Ja, ik ga heel even stilstaan, want... Ja, jullie weten natuurlijk wel, in Audi heb je vaak allemaal verschillende soorten drive settings. En deze heeft er zelfs nog meer. Zo heeft deze lift en off-road. Ja, dat gaan we natuurlijk net niet proberen vandaag. Zou wel leuk zijn trouwens, zou een leuk video zijn. All-road, efficiency, comfort, auto. Dan kiest je het een beetje zelf.
wat hij leuk vindt, waar hij zin in heeft, hoe de wind staat. Dynamic en individual, maar moet je dit horen. We hebben een rechtstukje voor ons. Ja, dit gaat echt helemaal nergens meer over. En het meest bizarre is van zo'n auto, is dat je geen idee hebt hoe hard je rijdt met al dat vermogen. Nou hier, dat was dus al 100, om een idee te geven, maar... Je hebt het gewoon niet door. Je hoort het niet. Kijk, in een RS3 of in een R8 dan hoor je natuurlijk die klappen op de achtergrond. Ja, dit gaat gewoon. Ja. Wat een onwijze auto, hè? Nou, oké, nog een keer. Ja, oké. Er zit genoeg power in. Jezus, het gaat 2400 kilo van zijn plek. Buitenkant van deze auto er echt onwijs sportief uitziet. En zeker voor het SUV-klassement. Maar naast natuurlijk de V8, die we niet mogen vergeten, hebben we ook nog het interieur, jongens. Interieur, zelfs Alcantara in de deur. En deze stoelen, jongens. Holy shit! Die zijn zo bizar comfortabel. Ik denk echt dat ik hier in slaap kan vallen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling van het rijden. Maar echt, als een hotel vol zit, je kan gewoon in je SQ7 slapen. Wat wil je nog meer? Wauw. Wat ook onwijs dik is bij Audi natuurlijk, dat kennen we al. En dat hebben we al een paar keer gezien. Maar dat kleine dingetje, dat je gewoon jezelf kan navigeren. Van buiten de aardbol. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar toch is het leuk. Toch is het een klein detail wat de concurrenten niet hebben. En ik zou bijna zeggen dat ik daarop deze auto zou kopen. Ja, en dat klinkt allemaal wel heel erg leuk, maar wat kost dit geintje nou als ik hem nieuw zou kopen? Nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan moet je niet gaan schrikken. Deze auto, precies zoals die hier staat, bommetje vol, €205.000. Wauw. Maar, weet ik het goed gemaakt, 22.000 kilometer op de teller, deze auto te koop. Voor nog geen €130.000. Dat betekent dus dat je al bijna een ton goedkoper uit bent. Ja, en dat is toch wel lekker meegenomen. En ook jongen, ja, blijf leuk. Ik ga het gewoon weer doen. Drive select. Want dat kan natuurlijk. Dynamic. Schakelen naar z'n twee. Je wordt bijna afgeschoten in een SUV. En dan hebben we hier al een mooie bocht. Ja, dat quattro systeem natuurlijk, dat kennen we al, maar ook in de bocht wil het gewoon, jongens. Halleluja. Wat is dit? Ja, er ligt wat achterin, dat klopt. Dit is echt bizar, jongens. Een SUV die zo door bochten gaat. En dan die hobbel, ja. Nou ja, daar heb ik bijna geen last van. Echt niet normaal deze auto. Als we dan toch voor een lekkere hoge auto gaan, dan denk ik toch wel dat ik hem heb verkocht. Nog één keer. Oh jongens. Worden we dan toch fan van een SUV? Ik zou het bijna zeggen. Aan het bijna einde van deze rit. In mijn ogen scoort de Audi SQ7 echt wel een dikke ruim voldoende. Zo gaat het dus van 0 naar 100 in 4,8 seconden. En dat voor een 2300 kilo wegende diesel. Dat is iets, daar kunnen de meeste sportauto's wel een puntje aan zuigen, bij wijze van spreken. Enige nadeel dat ik op het moment heb kunnen vinden in deze auto. Ja, je kan je telefoon dus zogenaamd draadloos opladen.
ik heb een iPhone 8 Plus en die ligt er zeg maar net niet comfortabel in. Is ook al een beetje tekort. Ik denk niet dat ze dat achterin tekort komen. Maar Audi, een hele fijne auto. Dames en heren, de auto staat weer op zijn plek. En ja, dat laat me met één laatste vraag. Is deze auto 200.000 euro waard? Dat denk ik niet. Is die 120.000 euro waard? Dat denk ik wel. Ja, ik heb wel een zwak gekregen voor de Audi SQ7. En mocht je nou oprecht interesse hebben, check dan even het linkje in de beschrijving uiteraard. Jezus Baars, onwijs bedanken. Dames en heren, onwijs bedankt voor het kijken van deze video. Kan niet abonneren, kan niet te liken. Ik zie je heel snel. Tot zo!